Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou common collocations. Mijn naam is Anneke Drijven van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English: Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of doelgerichte professional van je middelbare school Engels af zodat je ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren, maar bovenal volledig Jezelf kunt zijn. Vandaag ga ik het hebben over collocations. Dit zijn woorden die vaak of altijd samen worden gebruikt. Het zijn dus woordparen of zinsdelen die vaak voorkomen in een zin. Omdat deze combinaties zo vaak voorkomen, klinken ze beter dan andere combinaties. Engelse taalgesprekers gebruiken deze combinaties zonder erover na te denken, maar als de taalleerder van het Engels kan het zijn dat je niet goed op de hoogte bent van een bepaalde collocatie. De kans is groot dat je een ander synoniem kiest, waardoor het net of klinkt. En zulke foutjes zijn moeilijk te detecteren als Engels niet je moedertaal is, maar kunnen ondanks dat verschrikkelijk verkeerd overkomen. Daarom is het belangrijk om jezelf te trainen in collocations. Een aantal jaar geleden heb ik je wat basisinformatie over English collocations gegeven in de podcast. Update Your Grammar with. Collocations. In deze podcast geef ik je een kort overzicht van de belangrijkste informatie en geef ik je een uitgebreide lijst van Engelse collocaties die vaak terugkomen in het Engelse zakenleven. En als kers op de taart geef ik je mijn gouden tip om nooit meer een collocation fout te doen. Waarom dit belangrijk is? Nou, de internationale zakenwereld heeft veel verschillende specifieke collocations. Deze worden universeel gebruikt bij zakelijke professionals over de hele wereld. Daarom is het belangrijk om ze te herkennen en al helemaal belangrijk om ze te kunnen gebruiken. Om jezelf vertrouwd te maken met collocaties is het belangrijk om ze doelbewust te leren. Herhaal de collocaties een aantal keer, leer de betekenis en probeer ze actief te gebruiken wanneer je Engels spreekt. Vind je het lastig? Dan kun je ook een cheat sheet gebruiken. Reken maar dat jij na loop van tijd die cheat sheet dan ook niet meer nodig hebt. Op een gegeven moment gaan die collocations zo logisch klinken dat je het nooit meer fout doet. Voordat ik je de lijst met veel voorkomende Business English Collocations geef, zou ik je eerst graag nog wat praktische informatie geven, zodat je echt goed begrijpt hoe collocations in elkaar steken. Collocations kunnen bestaan uit verschillende bouwstenen. Die bouwstenen zijn verschillende woordsoorten, zoals werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, voorzetsels of bijwoorden. De meest voorkomende collocations zijn werkwoorden plus zelfstandige naamwoorden, of twee zelfstandige naamwoorden bij elkaar. Nu ga ik je een lijst van veel voorkomende collocations uit de Engelse zakenwereld geven. Tip: pak er een vel papier en een pen bij en schrijf met me mee. Dan heb je meteen die cheat sheet waar ik het net over had en vergeet je deze collocations nooit meer. Here we go. De eerste 12 collocations op de lijst zijn een combinatie van een werkwoord en een zelfstandig naamwoord. Grammaticaal zou het correct zijn om een ander werkwoord te gebruiken. Maar omdat deze combinaties zo vaak voorkomen, worden deze gebruikt door business professionals. Do business. Dit betekent dat je een zakenrelatie aangaat met iemand anders of een ander bedrijf. Make money. Dit betekent dat je simpelweg minst maakt met je bedrijf. Geld verdient. Join forces. Dit betekent dat je samenwerkt met een andere persoon of ander bedrijf. Go bankrupt. Hopelijk kom je niet in deze situatie. Het betekent namelijk dat een bedrijf niet genoeg geld heeft om zijn schulden af te lossen. To run a company. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor het verloop uh, van een bedrijf. To chair a meeting. Dit betekent dat je de leider bent van een vergadering. To lead a team. Dit betekent dat je de leider bent van een bepaalde groep die samen een bepaalde zakelijke activiteit doet. Attract investors. Dit betekent dat je je bedrijf zo promoot dat mensen of bedrijven worden aangemoedigd erin te investeren. To suffer losses. Dit houdt in dat de kosten van een bedrijf hoger zijn dan de inkomsten. To build trust. Wanneer je dit doet, ontwikkel je een sterke of sterkere band met andere zakenrelaties. Veel mensen die niet op de hoogte zijn van deze collocatie zullen iets als Create trust of Make trust zeggen. Maar dat is dus niet correct, het is To build trust. Discontinue a product. Dit betekent dat een bedrijf stopt uh, met de maak of verkoop van een bepaald product. To meet a deadline. Dit houdt in dat je een bepaalde taak uh, op tijd af hebt, op, de, op het geplande moment. Nu geef ik je nog een aantal collocations die twee zelfstandige naamwoorden bij elkaar zijn. Sommige zul je vast wel kennen, maar pak vooral je pen en papieren weer bij. Customer Service. Price War, Brand Name, Sales Figures, Business Model, Customer Base, Market Leader, Product Launch. Als laatste onderdeel van deze podcast ga ik je mijn gouden tip geven, zodat je nooit meer hoeft te twijfelen over collocations. En dat is. de online Oxford Collocation Dictionary. Je vindt dit woordenboek via de site www.freecollocation.com. In de zoekbalk kun je vervolgens een woord opzoeken. Stel dat je op zoek bent naar de collocations van het Engelse woord increase. Na het opzoeken van het woord kom je in een overzicht van de meest gebruikte woorden in combinatie met het woord increase per woordsoort. Als eerste staat er een lijst met bijvoeglijke naamwoorden, daarna een lijst met werkwoorden, voorzetsels en zelfs veel voorkomende phrases. Daarnaast worden de voorbeelden ook nog eens toegelicht in een voorbeeldzin, zodat je precies weet hoe je een bepaalde collocatie gebruikt. Op deze manier kun je een woordcombinatie kiezen die precies past bij wat jij graag wil zeggen. Natuurlijk komt er meer kijken bij de juiste collocaties uh, dan het gebruik van het Oxford Collocation Dictionary. Merk je nou dat je on a daily basis vaak zulke foutjes maakt? Misschien is een, een taalkursus bij Improve Your Business English dan wel iets voor jou. Dan ga je echt aan de slag met het oefenen met de taal. Niet gewenst, zelfs met een taalcoach. Meer weten? Neem dan eens een kijkje op onze website. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven. Dit helpt anderen weer om onze podcast te vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time met quick and easy tips for Your Business English.